Op industrieniveau zie je dat de warenhuizen echt in Nederland een voorsprong hebben genomen. Met name Bijenkorf.nl, of eigenlijk Bijenkorf moet ik zeggen, doet het waanzinnig goed met het integreren van en de website en de winkels tot één geheel. Partijen die achterlopen, dat zijn met name bijvoorbeeld de boekhandelaren en de consumer electronics spelers. Die moeten echt nog een grote stap maken. Ik vind Nespresso geweldig. Hebben eigen winkels, bedienen de klant telefonisch. Houden ook helemaal bij per op individu niveau hoeveel koffie je consumeert. En als ze zien dat jouw koffieconsumptie daalt, dan word je opgebeld met: goh, is er een probleem, kunnen we u helpen? En dat is denk ik een fantastisch voorbeeld van een omnichannel retailer. Grappig genoeg is, het is een cliché, maar het begint bij die klant. Ik bedoel, ja, je moet die klant over alle kanalen kunnen bedienen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je echt vanuit die klant gaat denken, hoe kan ik hem het beste bedienen? En dat betekent niet automatisch dat je tablet en mobiel moet doen. Nee, het gaat om die klant en wat hij wil en wanneer hij het wil. Ik denk als je de klant niet als uitgangspunt neemt, dan heb je als retailer een probleem. Ook als je de klant via meerdere kanalen bedient. Over 5 jaar is omnichannel een hygiënefactor. Ieder bedrijf moet het op orde hebben. We moeten die klant via al die kanalen kunnen bedienen. Wat dan de volgende stap is, is eigenlijk van omnichannel naar omniservice. Echt goede service bieden, echt denken vanuit die klant en niet alleen maar vanuit verkoop en kanalen. Mijn bijdrage binnen de opleiding is, ik ben verantwoordelijk voor de hele opleiding. Ik probeer de cursisten een geïntegreerd beeld te geven van wat het allemaal nodig is om een omnichannel organisatie te worden. Dat is niet alleen techniek, het is niet alleen de website. Het is echt ook kijken naar de genen van je bedrijf. Waarom ben ik er voor die klant? En er is nog ruimte genoeg om te leren. Niet alleen van mij en de docenten, maar ook van elkaar.